Hallo allemaal, mijn was Tom en vandaag ga ik heel snel het snapshot doen. Snapshot 13w38 is net uitgekomen voor mij, net een paar minuten geleden. En ik heb het vergeten voor het uh, volgende. Wanneer je bij min uh, 3 miljoen bent, of 30 miljoen, dan kun je niet meer verder gaan. Het is een onbreekbare muur. Ik ga nu recht vooruit. Het lukt niet. Ik sla, het lukt niet. Ik breek, dit kan je niet breken, kun je zien. Het is wel een onzichtbare muur. Maar ja, um, waarom dat is toegevoegd, weet ik niet. Maar ja, nu snel naar het uh, volgende verder. Het zijn nieuwe video settings. En je kunt, zien, je kunt naar beneden scrollen. En dan leer je de random distance is nu veranderd in plaats van tiny, short, normal en fancy. Of naar uh, far naar het aantal chunks. Twee chunks houdt in 32, want elke chunk is 16 bij 16. Dus uh, twee chunks houdt in dat je 32 blokken ver kan zien. Dus gewoon het aantal keer 16 doen. Dus dit betekent 256 blokken per richting kun je even kijken. Dat is wel far. En het volgende: je hebt de performance, kun je nu veranderen in plaats van. Uh, max FPS, power saver en Balance. Kun je nu veranderen naar het aantal FPS dat je wilt. Ik heb nu 10 FPS ingesteld, dat kun je ook zien. En je kunt ook natuurlijk instellen op Unlimited. Wat natuurlijk iedereen het liefste wil. Want waarom zou je een laag FPS willen hebben? Behalve als je recordt in 30 FPS, dan kun je kunt natuurlijk instellen in 30 FPS. Het volgende wat je nu kunt hebt, is midmap levels. Als ik even uitzet, heb je eventjes een tijdje lag. En daarna kun je zien wat er is veranderd. Je kunt zien elke pixel scherp tot aan de horizon. Kun je zien allemaal scherp. Doe ik midmap aan. Kun je zien dat het na nou, eventjes uit je lag. dat door verder weg ja, je gaat, dat de pixels een beetje waziger worden. Deze versie had ik altijd, of deze toevoeging had je meestal een Optifine, gebruik ik ook heel vaak. En ik vind het heel vet, want nu heb je een beetje meer diepte in het spel, meer focus. Want het is niet echt bepaalde focus, maar meer, um, nou dat is een beetje, dat ziet er geheim uit, een beetje burgerjachtig. achtig Oké, okay, um, maar ja, iets meer focus, dus alles van uh, verder weg wordt iets waziger. En het allerlaatste is het volgende, nog alle... nee, twee dingen nog, is Anisotropic Filtering, kun je aanzetten. En waarom zou je dit willen? Want dit is hier toch hartstikke lelijk, kijk, kun je zien. Ik vind het heel erg prachtig dit. En kijk die dingen, die hitboxes, wauw. Oké, okay, op naar het volgende, dus ik ga even uit, is het laatste, is Enable Post Processing. Nou, het heeft te maken met... Iets renderen na de tijd. Ik heb gevraagd wat het precies doet. Maar dat kunnen we wel zien op de wiki binnen een paar dagen. Stel je voor, je hebt een kaart gemaakt. En die kaart kun je nu gewoon in een itemframe doen. Zo ploep. En dan in plaats van dat lelijke itemframe zie je nu de hele map. Oftewel, je kan wandvullende kaarten maken. En hoe zoen je de kaart uit? Misschien weten heel veel mensen nog niet. Maar dat leg ik even snel uit. Je neemt even een crafting table. Even wat uh, papier. Doe ik zo ploink. Leg deze hierin. Doe dit er omheen. En je kunt zien dat hij nu. Hier is uh... even kijken. Ja, je kunt nu zien. Uh, uh, ja, nu zegt hij uh, scaling 1.2, dat is nu twee keer zo groot. Ik doe het nog een keer. Kun je zien? Nu zegt hij scaling 1 tot 4, dan wordt hij nog groter. Je kan tot 16 doorgaan. Dat betekent dat elke pixel een paar chunks zijn ofzo. zo. Maar dit zei ik in ieder geval. Je kunt enorme wand van de kaarten te doen van je hele wereld of van een bepaald gebied. Dit is het kleinste wat je kan hebben. En als je de techniek gebruikt waardoor je het kan uitzoomen, dan ja, kun je misschien met één klein blok kun je, je hele wereld hebben gedisplayed. Maar heel vet dat je nu uh, grotere kaarten hebt. De Super Sequence Settings heeft een nieuwe functie. Wanneer je het indrukt, dan uh, niet alleen het geluid dat je horen, maar ook. Um, Doe het op bepaalde shaders aan. Bijvoorbeeld een zwart-witte mode, een, bijvoorbeeld een F5 mode waar je een soort tv-scherm ziet. En nog veel meer. Door een bug werkt het niet, werkt het niet op uh, OS X, jammer genoeg, dus ik kan het niet laten zien. Moet je even kijken op de reddit, dat is reddit.com slash r slash minecraft, staat het daar ergens wel. En echt een nieuw achievement, kun je even kijken. Het is uh, Diamonds to you, dat als je iemand een uh, diamant gooit, dan uh, komt het in beeld te staan. En ook wanneer je een uh, achievement behaalt in multiplayer. Gaat het in de chat, wordt het gewoon eens announced, gewoon server. En dan Tom's, geven we het nog wat. En dat kun je uitzetten in de server settings en... Dat was alles wat ik op dit moment weet, dus bedankt voor het kijken tot de volgende keer. Oh, nog niet afgelopen. Wanneer je Enable Post-Processing aanzet. Dat is dus hier, bij video settings. Doe je dit aan. En doe je dan het volgende. Oh. Dit. En elke keer komt er een ander shader aan te staan. Bijvoorbeeld de op de kop mode. Wat wel heel erg creepy is. Nu speel je Minecraft op de kop. Leuke serie kan het zijn. En nog een keer heb je bijvoorbeeld deze. Alles heel erg wit. Deze is heel erg eng en lelijk veroorzakend. En. Huh? Oh. Dat hoort, oh ja, dat is keer, een random geluid. Deze, bijvoorbeeld. En deze. Maar ja, dat was het.